Barkat Mohab Ali, arts in het dagelijks leven, is thans gekozen als parlementariër uit kiesdistrict Wanica. Hij is van de politieke partij, de VHP. In feite zou de heer Barkat ook in het parlement moeten, nadat wij de hele kwestie kregen rond Sapoen en Cheaten. Echter, de ene rechtszaak na de andere, hoger beroepszaken, totdat er kort voor de verkiezingen uiteindelijk uitspraak is geweest. Barkat Mohab Ali en ook de heer Sarju zijn nog geweest naar het parlement om toegelaten te worden. Echter verleende de coalitie geen quorum. Dat is toen niet gebeurd, maar ik heb er nu een tweede kans gekregen, zegt Mohab Ali. Wat wil hij gaan betekenen als coalitielid van de VHP in het parlement? We spraken met hem daarover. Het interview is vastgelegd door Raj Mahango. Barkat Mohab Ali, hoofdstembureau Wanica, die heeft haar openbare zitting al gehouden. Bent u gekozen en met hoeveel stemmen? Ja, dankjewel meneer Ganesh en goeiedag aan de kijkers. Inderdaad, zondag 31 mei heeft hoofdstembureau van Wanica de uitslagen bekendgemaakt. Ik was gekandideerd op nummer 5 door de VHP. En zoals de cijfers bekend zijn gemaakt, ik heb op mijn naam hebben dan 3666 mensen gestemd. Ja. Ik wil eigenlijk de Almachtige bedanken voor dit moment. En de partij, VHP, dat zij mij hebben gekandideerd. En vooral het volk van Wanica wil ik bedanken dat ze allemaal op mij hebben gestemd. Zoveel mensen, ik had het echt niet verwacht. En natuurlijk al de werkers. Al de werkers in de verschillende resorten. Mensen die tijd nog moeite hebben gespaard om voor de partij te werken. Omdat ze allemaal geloven erin dat met VHP in de regering, dat we het veel beter gaan hebben in Suriname. En mensen zijn de situatie, de economische situatie, eigenlijk al moe. Helemaal moe. En daardoor hebben ze het vertrouwen gegeven aan de VHP. Ja. Hoe heeft u, meneer Mohab Ali, hoe heeft u de verkiezingsstrijd in het district Wanica zelf ervaren? Ja, het is eigenlijk een moeilijke vraag. Kijk, laatste maand hadden wij dan vaste maand en nog campagne voeren. Dus het was heel vermoeiend. Maar steeds weer kregen wij, ik heb ooit ook geschreven dat wij eigenlijk als David moesten vechten tegen Goliath. Je hebt de regerende partij, ze hebben alle tools, ze hebben tv-programma's, ze hebben financiën, ze hebben alles. En wij zitten in de oppositie en eigenlijk met weinig middelen. Maar toch, je begon steeds meer het vertrouwen te krijgen. Als je bij iemand thuis ging, de mensen gingen je zo met open armen ontvangen dat je toch steeds meer het vertrouwen kreeg van het gaat goed komen dit keer. En je zag de laatste weken, de laatste 3-4 weken, iedereen wil een VHP-vlag. En iedereen wil VHP-materiaal. En de tegenpartij gaan langs en mensen zetten die vlag van de tegenpartij. Binnen een paar uurtjes wordt het weggehaald. Dus dat gaf steeds meer vertrouwen dat het goed gaat komen dit keer. En zelfs op de laatste dag zeggen mensen, ik wil graag een vlag van VHP thuis bij me. Als je zegt waarom, ze zeggen ik wil ook deel zijn van die strijd voor verbetering van Suriname. En dat vond ik echt prettig. Dat is, ondanks die vermoeienis, ondanks vaste maand, ondanks zoveel andere aspecten, dat je toch die kracht kreeg en inspiratie om te zeggen van dit keer moeten we ervoor gaan. Enkele weken geleden, heer Mohab Ali, bent u reeds richting het parlement geweest, samen met de heer Sarju. Maar we hebben toen gezien dat de coalitie geen quorum heeft verleend, waardoor deze vergadering niet door kon gaan. Wat vond u zelf daarvan, dat u niet toegelaten kon worden? Ja, ik vond het heel kort gezegd, ik vond het heel erg dat ze dat niet hebben gedaan. En eigenlijk vanaf december 2015 was er al een uitspraak geweest dat de twee andere assembleeleden zijn teruggeroepen en dat wij in de plaats moesten komen. Maar u weet, er zijn zoveel rechtszaken geweest van de ene op de andere, ene op de andere. Eerlijk gezegd, ik heb niet in detail bemoeid met al de inhoud van die rechtszaken. Dat heb ik aan de juristen van de partij, die hebben alles gedaan. Maar toen het eenmaal zover was, officiële hoger beroep goedgekeurd, de DC had alle papieren laten tekenen, bewilliging, alles in orde gemaakt.
En zelfs bij de assemblee was ik gegaan bij de griffier. Die had alles in orde gemaakt. En dus wij hebben ons deel gedaan. Ik ben daar gegaan en bleek dat er geen quorum is verleend. Ja, op zichzelf helemaal niet netjes. Ik had niet verwacht dat ze quorum zouden verlenen. Maar het is niet netjes. En toen heb ik de opmerking gemaakt van DNA heeft geen quorum verleend, de huidige coalitie. Maar het ligt aan het volk van Wanica om te zorgen dat ik binnenkom. En gelukkig voor mij heeft de partij me wel op de lijst gezet. En dankzij het volk van Wanica dat ik dit keer inshallah wel in de assemblee kom. En als u eenmaal daar gaat zitten binnenkort, heer Mohab Ali, wat wilt u gaan betekenen voor land en volk? Wat wilt u gaan doen? Ja, dat is een hele moeilijke vraag, meneer Ganesh. Ik denk dat ik vooral op mijn vakgebied, ik ben huisarts, ik ben al 22 jaar huisarts, eerst op dat gebied moet kijken hoe wij alvast de noden op dat gebied kunnen oplossen. En ik heb het vaker in korte onder onze meetings gezegd, mensen hebben geen toegang tot gezondheidszorg. Mensen hadden veel problemen om een basiskaart te krijgen. En de laatste dagen en de laatste maanden zie je dat er medicijnenprobleem. En dat soort zaken moeten eerst aangepakt worden, wat mijn gebied betreft. En verder heb je natuurlijk zoveel andere links. Ik wil graag, mensen vinden het prettig in mijn buurt om mij te bellen, om iets door te geven. Vooral, ik zou zeggen, de eenvoudige mensen. De mensen die hun admin otnana paralikal hè. Ze vinden het makkelijk om mee te bellen, te appen als ze iets hebben. En dat is ook een rol die ik wil gaan vervullen. Dat mensen met hun problemen hun wensen aan mij kunnen doorgeven. En dat ik dat op hoger niveau kan brengen voor die mensen. Dus ik wil daar graag een tussenpersoon zijn om al die boodschappen, al die wensen van die mensen, van het gewone volk. Dat overal eigenlijk wordt weggestuurd van een overheidskantoor. Dat ik voor hun het woord ga voeren. Maar gaat u daarvoor de tijd en ruimte hebben, want u krijgt een zware taak op uw schouders, parlementariër zijn. Ja, inderdaad gaat het een uitdaging zijn. Ik hoop dat ik genoeg tijd vrij kan maken om beide belangen te behartigen. Had u in de periode van 2015-2020 in het parlement gezeten, heer Mohab Ali, dan zou u in de oppositiebanken zitten. Maar de verkiezingsresultaten van 2020 willen dat u nu coalitielid zal zijn. Uw regering, de VHP, uw partij, de VHP, die zal nu ook deel uitmaken van de regering. Hoe zult u zich opstellen in het parlement? Maar nu gaat u in de coalitie zitten en vaak genoeg zegt men, de coalitie is een verlengstuk van de regering. Inderdaad, voor de mensen die mij kennen of nog niet kennen, we gaan de regering, als het zover komt, laten we hopen dat het zover komt, dat er geen verrassingen tussendoor komen. We hopen dat de coalitie zoals het nu gevormd is, VHP, ABOP, PL en PS, dat zij de regering vormen. Gaan wij de regering kritisch volgen. En we hebben het vaker gezegd, degenen die mij kennen. We hopen dat we dit keer echt voor het volk opkomen. En dat we daar integere mensen zetten. Een aantal van onze collega's, of toekomstige collega's, hebben al gezegd dat we willen zero corruptie. En daarvoor ga ik ook. We gaan ook onze eigen mensen kritisch blijven volgen. En we gaan zorgen dat het goed komt. En u bent in het dagelijks leven arts. U zei het daarnet, 22 jaar al. Hoe gaat dat u combineren met parlementariër zijn? Ik hoop dat het lukt. Want de mensen van vooral Kwarasan, waar ik werk, woon en werk, hebben me al gezegd, dokter, u gaat ons toch niet in de steek laten. Dus ik hoop dat ik genoeg tijd vrij kan maken voor beide functies. En dat ik de mensen inderdaad niet in de steek laat, dat ik ook voor hen ben. Maar we zullen zien hoe dat in de praktijk gaat. En of beide functies goed te combineren valt of niet. En wat vindt u zelf van de hele situatie, want u bent arts, van de hele situatie rond COVID-19 in Suriname? Ja, dat is heel erg. Eigenlijk, aan de ene kant had je verkiezingen. We hadden gewonnen. Je had een beetje hoera-stemming, feeststemming. Maar nu met COVID is alles in een domper. Maar zoals de partij dat zegt, en wij zeggen ook, gezondheid van de mensen heeft hoogste prioriteit. En we gaan ons allemaal daaraan houden. Ik roep alle mensen op, neem het serieus. Het is een heel serieuze zaak.
Houdt u zich aan de regels, laten wij de verspreiding van de ziekte remmen. Want ons land, ons systeem is niet berekend om zoveel ziekten tegelijk te hebben. U hebt het in andere landen gezien. Ik hoop niet dat het zo ver komt met Suriname, dat er doden vallen, dat er veel ziekten vallen. Laten wij allemaal eraan toe werken. Het is uw verantwoordelijkheid, mijn verantwoordelijkheid, dat de verspreiding van de ziekte wordt gestopt. Dank u wel, heer Mohab Ali. Ik dank u voor het interview en we kijken uit naar wat het binnenkort allemaal wordt wanneer u in het parlement terechtkomt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Ganesh.